Goeiedag, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Vandaag, 28 juli, wil ik het hebben over een aantal onderwerpen die momenteel actueel zijn. Als eerste is de goudprijs nog steeds aan het stijgen. We hebben even een topje gezien, zijn daar iets van terug. Maar we staan nog steeds op recordniveaus. Ik heb daar een filmpje over gemaakt. Ik zal in de beschrijving een link naar dat filmpje toezetten. Steeds meer Amerikanen zien in dat hun samenleving afglijdt naar een fascistische samenleving. En ook een rechter is dat van mening en heeft de regering in Amerika verboden om zomaar mensen van de straat af te plukken. In Portland werden mensen gewoon van de straat afgehaald, in minivans geduwd en afgevoerd. En dat vond de rechter toch net iets te ver gaan. Je moet wel iets gedaan hebben voordat je gearresteerd wordt. Ja, het is zo'n detail. Voor een fascistische staat is het natuurlijk heel gewoon dat je dat soort dingen doet. Maar Amerika zou toch wel iets van een democratie zijn met een zekere rechtsgang en een rechtsstaat. Maar dat was even weg. De rechter heeft nu gezegd 14 dagen lang mag dat niet meer. Nou, waarom 14 dagen? Dit was een snelle procedure. En binnen 14 dagen zal het duidelijk zijn wat er wel en wat er niet mag. Maar het is al diep triest dat we zover zijn gekomen in feite. Nou, een ander puntje in Michigan. Ik heb huizen in Michigan. Daar is een hele rare procedure is door rechters stopgezet. Het is zo in Amerika, als jij een schuld hebt, hoe klein die schuld ook is, dan kan diegene aan wie jij die schuld hebt, die kan eigenlijk jouw faillissement aanvragen. En dan kan je je huis kwijtraken als je een huis in bezit hebt. Dus stel dat je een schuld hebt bij de gemeente voor $500. Dan kan je je huis van 2 ton kwijtraken. Nou, en in Michigan was het dan zo, dat op het moment dat jouw huis dan de veiling inging en een ton opleverde, dan hield de gemeente een ton. Dus niet $500, maar nee, gewoon hielden een ton. En je had er niks over te zeggen, was de wet, bekijk het maar. Nou, en een rechter heeft nu eindelijk gezegd, ja jongens, maar dat kan niet, dat is diefstal. Lijkt logisch, maar dat was dus blijkbaar niet zo. En nu is de staat Michigan behoorlijk ongerust. Want als je kijkt naar alleen Wayne County, waar ik mijn huis heb, sinds 2012 is er voor bijna 400 miljoen gejat van bewoners. Nou, als ze die 400 miljoen moeten ophoesten, dan gaat die hele budget gaat er anders uitzien van Wayne County alleen al. En er zijn verschillende counties in de staat Michigan. Dus ja, dat is toch wel een vreemde gewaarwording. Maar het feit dat de wetgever voorheen niet zag dat dit toch wel een beetje een rare procedure was, is diep triest. En het bestaat niet sinds een paar jaar. Hè. Dit is geen regering Trump probleem. Nee, dit is iets wat onder Obama al bestond. Het is wat veel langer bestaat. Ik weet niet of het onder Bush is ontstaan of onder Obama, maar het bestaat al heel lang. En in feite is het een hele vreemde zaak dat dit zomaar kon. Er zijn verschillende staten in Amerika die dit hebben. Er zijn ook staten die dit niet hebben. Dus het is per staat geregeld. Maar in ieder geval de hoogste rechter in de staat Michigan heeft gezegd van dit kan je niet maken. Ander nieuws. Google heeft aangegeven dat haar werknemers nog minstens een jaar thuis zullen werken. Ze willen dat toch veilig houden. Ja, de ene vindt het leuk. Als je woont zoals ik woon, dan vind je het ongetwijfeld helemaal goed. Maar als je in een heel klein flatje woont, boven 3 hoog, dan sta je er toch anders tegen te kijken. Dus niet iedereen is er even blij mee. Verder is het zo dat je moet natuurlijk wel alleen willen werken. Ook dat, het werken bij een werkgever, bij collega's, is ook een sociaal gebeuren. En als jij op je flatje 3 hoog achter in een kamertje je werk moet doen, dan word je toch niet vrolijk van. Dus niet iedereen is even blij. Puntje Nederland. Het moederbedrijf van Blokker heeft aangegeven dat ze geen poging meer zal doen om HEMA over te nemen. Nou, ik denk dat nog steeds een onderhandelingspositie is. Ze zijn weggelopen uit de onderhandelingen. We gaan het zien. Verder is het zo dat woningkoop voor verhuur weer in de lift zit in Nederland. Er was even een dipje na de coronacrisis. Toen was er eventjes onrust of dat wel zou lukken. Maar het zit er helemaal in de lift. Woonfonds heeft een bepaalde hypotheek daarvoor, namelijk een hypotheek voor verhuur.
En wat mij is opgevallen, ik ga er morgen over schrijven, is dat die hypotheekrente een stuk hoger ligt dan bij een gewone hypotheek. Maar aan de andere kant, ik moet ook zeggen, het is nog steeds een lage hypotheek. Ik ga er morgen over schrijven, dus kijk even in de nieuwsbrief, dan staat het in. En ik heb gisteren een aanbieding van een cryptomunt heb ik gepromoot. Ik denk dat we hier een klapper hebben. Dat dit een potentiële nieuwe bitcoin zal gaan worden. Ik heb er een garantie op gegeven. Ik zal een link in de beschrijving zetten. Morgen in de nieuwsbrief staat die ook weer. Maar hier kunnen we wel eens iets heel moois hebben. Dus om het goede, ik geef een garantie. Dus dat in ieder geval. Ik ben er echt van overtuigd dat dit heel goed is. Maar ja, in het leven is maar één ding zeker. Dus ik moet een slag om de arm houden. Maar het is niet vaak dat ik zo positief erover ben. Dus ja. Goed. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Geef even een tik op mijn foto die zometeen zichtbaar wordt. En word abonnee. Daar krijg je dan in ieder geval de berichtgeving van een volgend filmpje. Krijg je dan. En je helpt mij ermee, want ik wil naar de 1000+ abonnees. Dat is zo'n doel wat ik heb gesteld. Dankjewel zover. Tot de volgende keer.